Michel, de enige echte Excelsior 31 Dino staat hier voor mijn neus en hij stopt ermee. Dino, ja? Ja, ik heb net mijn laatste wedstrijd in het eerste dan gespeeld, hè? Klopt. Ja. Ja, we spraken elkaar laatst een keer op het terras. Je bent op reis geweest en daar heb je toch al een beetje zitten reflecteren, hè? Ja. Nou ja, dan kijk je natuurlijk naar je leven en dan denk je net wat is belangrijk en wat niet. Maar dat was heel mooi. Ja, dat was inderdaad het begin van het jaar, de eerste 10 weken. En toen kwam ik terug en toen stonden we een beetje bovenaan. En toen ben ik er eigenlijk niet aan de pas gekomen, maar goed. Heeft dat meegeholpen, denk ik, om je keuze te maken? Nou, mijn keuze was om nog een jaar door te gaan in het eerste. Dus helaas heeft het hele TC anders besloten. Dus mijn keuze was eigenlijk om door te gaan. En toen moest je even schakelen? Ja, die zagen we niet aankomen. Maar ik kan het niet meer veranderen. En ik zal volgend jaar hier gewoon blijven, maar niet in het eerste elftal, maar in het tweede. Ook leuk. Ik denk dat de hele club blij is dat je bij Excelsior hier binnen de muren en de hekken van het sportpark blijft. Jij ook? Ja, ik, waar moet ik heen dan, denk ik? Ja, ik kan wel naar een andere club gaan, maar weet je voelt hier je vertrouwt, je kent de mensen, je kent alles. Je kunt lekker op fietsje naartoe. Ik blijf toch liefst hier. Je gaat denk ik nog mooie momenten beleven, ook in het tweede, maar ook met andere dingen. Je hebt natuurlijk veel dingen bij de club ook gedaan, dat noemde Harald net al. Ja, wij kennen jou natuurlijk van de bingo's. Ja, een paar bingo'tjes hebben we inderdaad samen gedaan. Dus je moet toch mooie van die coronatijd maken. Hè? En dat was wel lachen en plezier maken en de mensen wat bieden, toch? Ja, precies. En naast die bingo's kennen we je natuurlijk ook van het voetbal. Welk moment blijf je nou echt bij? Ja, heel cliché, maar dit kampioenschap en het kampioenschap van 5 jaar geleden. Precies op deze dag, hè? 25 mei. Moet je nagaan. Net alsof je het uitgekozen hebt. Ja, klopt. Maar ik heb natuurlijk heel veel momenten. Natuurlijk de bekerwedstrijden tegen de profclubs. De laatste hier tegen ADO, echt volle bak. En dat je gewoon een kans hebt om een ronde door te gaan. En, ja, daar kun je echt wel van genieten. Maar ik heb wel veel meer momenten, hoor. Want we hebben hier thuis van SSW gewonnen. 5-0. Poh. En ik weet niet of dat jaar was of het jaar daarvoor. DVS is 33 uit. Wonnen we uit met, ik dacht, 2-1. Echt ook een hele mooie pot. Ja. Ja. Wel een man van de statistieken, jij. Ja. Ik heb wel een paar lijstjes bijgehouden. Maar mooi toch. Ja. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval op Excelsior 31 betrokken blijft bij de vereniging. Ik denk dat we nog vaak wel een kassusje gaan drinken in de kantine, toch? Ja, ik drink inderdaad geen bier, maar voor mij wordt er altijd een kassusje gehaald. En gezellig en mooi, toch? Maar ik ben niet de enige, ik drink er steeds meer dat. Je zet de trend in of zo? Ja, trendzetter. Heerlijk, toch? Nou, grappenmaker, ga snel. Ja, ik ga een kassusje drinken en bedankt jullie voor alle beelden altijd. En ik kom mooi even terugkijken wat we dan verkeerd deden of goed deden. Maar ik heb ook voor jullie genoten. Bedankt. Jij bedankt, Michel. Dankjewel.